Ja, lastig. Lambert, jouw internetverbinding heeft een beetje problemen. Hij staat nu ook weer stil voor mij. Ik weet niet, die ik zie het. Anders maak jouw verhaal anders af, proberen. Ja, nee, volgens mij hebben we met z'n allen geconstateerd, en ook Ernst begon er zo straks mee, zoals we ons land in hebben gericht. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat onder in het dal wateroverlast ontstaat en daar zijn we steeds meer maatregelen op gaan treffen. De oplossingen zitten vooral nu ook in het hogere gedeelte, denk ik, van het beeklandschap, om daar het water langer vast te houden. Kijken dat je daar ook via de vegetatie misschien wel kunt sturen, waardoor er minder verdamping plaatsvindt. En dan echt van boven naar beneden redeneren om uiteindelijk dat kostbare zoete water, wat je in die beeklandschappen gewoon nodig hebt, om het langer bij je vast te houden. Want als we kijken naar Nederland, West-Nederland heeft het ook vaak over droogte. Maar in de beeklandschappen ben je afhankelijk echt van de regenval en niet van de aanvoer van de grote rivieren. Daar kun je gewoon geen zeg maar water inlaten. Dus dat betekent al het water wat gevallen is in dat voorjaar moet je bij je houden. En dat is echt uniek. En dat moet echt echt een tandje bij om dan met z'n allen die droogte, zeg maar, die je ook op natuur veel schade ziet ontstaan, om die, zeg maar, te bestrijden en te voorkomen. Lambert, jouw internetverbinding is weer oké. Ik zie je weer bewegen. Ja, goed zo. Ik ben het eens met het laatste wat Dirk Siert zei. Ik was deze week in de Beekdal van de Assense Aa in Deurne met een afdelingsvoorzitter van de ZLTO. En die heeft daar een melkveebedrijf met koeien grenzend aan het Beekdal. Pijlgestuurde drainage geïnstalleerd. Dat betekent dat ze zelf ook haar water vast kan houden op haar eigen grond. Maar daartegenover lag dus een paardenwei met een berekeningskanon. En dan krijg je wel discussie of dat dan de gewenste ruimtelijke inrichting is van het Beekdal. En dan moet je prioriteren. En dan zeg ik even tegen Peter van Dijk, dat is geen technische discussie. Want dan gaat het dus over sturingsprincipes in de ruimtelijke ordening. Wat wil je wel in dat Beekdal faciliteren? En wat wil je niet in dat Beekdal faciliteren? En daaromtrent moet je natuurlijk gebiedsafspraken maken met eigenaren. Maar dat moet je ook borgen in een ruimtelijk plan. En dat is geen technische excursie. Dat is een zeer zware politiek bestuurlijk debat over wat nu prioriteit moet gaan krijgen. En dat zag je ook terug in de presentatie van Berno ten aanzien van de zonneweiden. Hij legt een verbod op die zonneweiden. Nou, dat is een zwaar onderwerp in de ressen op dit moment. Of we dat met elkaar en met name de gemeente dan willen, want ik zie verschillende gemeenten ook juist voorkeur geven aan zonneweiden ten opzichte van windmolens. Dus dat soort debatten zijn niet technisch, die zijn zeer politiek. En moeten dus ook echt proberen in het waterschap, in overleg met de gemeente, aan de orde te stellen. Ik denk dat die discussie, ik bedoel hem ook niet kleiner te maken dan dat hij was, die is uiteraard heel erg belangrijk, maar het gaat me er meer over. Ik had meer de indruk dat we vandaag gingen discussiëren over hoe dat Beekdal eruit ging zien, in plaats van hoe we daar gingen komen. Maar uiteindelijk natuurlijk, als je er niet kunt komen, dan hoef je ook niet te discussiëren hoe je eruit gaat zien. Dus daar ben ik met je eens. Hoe zou jij hem graag willen zien, Nou, Peter? ik denk die verscheidenheid, zeg maar, je moet niet overal alles hetzelfde doen. En er zijn hele plekken bij waar die brede beekdalbenadering heel goed kan zijn. In feite moeten we hem volgens mij nog veel breder bekijken, hè. Als we hem echt een verdroging zien, dan moeten we het hele brede landschap pakken. Dat werd straks ook al gezegd. Maar er zijn dus ook plekken bij waar je ook vooral de landbouwgrond denk ik in kunt zetten om water naar beneden te laten gaan. We hebben afgelopen winter heel veel water gehad. En we staan er nu toch van te kijken hoe snel al. We zagen hier eigenlijk het grondwaterstand al dalen op het moment dat het stopte met regenen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Die ging meteen al heel erg hard naar beneden. Ik ga even naar Slido en dan ga ik eventjes kijken wat voor vragen er binnenkomen. Want dat is natuurlijk wel interessant. Ik lees gewoon hardop. En als die vraag dat je denkt, oh, die is helemaal niet relevant, dan stop ik gewoon. Even kijken. Even kijken wat er een beetje hooggestemd is. Dit is niet voor jullie. Hebben jullie het idee dat waterschap en provincie voldoende beleid hebben om die klimaatrobuustheid te realiseren? En dat is vandaan bescherming tegen piekafvoeren en voldoende drooglegging staan in de weg. Is dat een relevante vraag voor jullie? Als ik mag, ik denk dat dat
de zandprovincies al redelijk geborgd is, die aandacht voor water in zijn algemeenheid. Wat je wel ziet, is dat de verstedelijkingsstrategie, die de provincies ook ondersteunen, met het aandeel van die miljoen woningen die nog gebouwd moet gaan worden, dat is nog niet echt integraal gekoppeld aan de water- en groene opgaves. Ook daar zit wel een mismatch die nog gelegd moet worden. En dat kan alleen maar op regionaal niveau. Ja, je vroeg even van, is er genoeg wet- en regelgeving? Hè? We hebben natuurlijk ook de Nationale Omgevingsvisie, die ook wel iets zegt over water. Maar uiteindelijk zullen er in de regio's afspraken gemaakt moeten worden van waar nu wat en wat voor prioriteit en wat voor voorkeursvolgordes wil je in een bepaalde regio laten plaatsvinden. Dus ik denk, wat ook Lambert zo straks al even aangeeft, straks onder die omgevingswet, zullen we gewoon in die regio's het gesprek aan moeten gaan. En zijn dan de waterschappen bijvoorbeeld voldoende geëquipeerd? Ik denk het wel, maar waar ik me wel zorgen over maak, is zeg maar de grote opgaves die we met z'n allen hebben. Drie jaar geleden voortvarend met klimaatadaptatie aan de slag gegaan. Vervolgens zijn we met klimaatakkoord aan de slag gegaan. Vervolgens hebben we een stikstofuitdaging. En bij wijze van spreken komt de volgende uitdaging er opnieuw aan. Dat betekent dat het heel erg ingewikkeld is om al die integraliteit te bewaken, terwijl het wel noodzakelijk is. Herhalen de woorden van Benno Strootman, die zei van ja, we hebben de geld, tijd en de ruimte niet, maar ook het draagvlak niet, dat wil ik er dan toevoegen, om dat allemaal volhardelijk te doen. Ja. Vanuit jullie perspectief, hè, wat wordt voor jullie nou bestuurlijk gezien het ingewikkeldst? En waarom is dat zo? Nou, dat is wel wat ik zo net aangaf, hè. Die grote opgaves en die focus die iedere keer verlegd wordt. En dan denk ik, dan moeten we toch continu teruggaan naar de basis, naar het natuurlijke systeem. En dat moeten we echt vast proberen te houden om dat te herstellen. En dat biedt in heel veel opgaves die we vandaag zien echt een oplossing. Ik denk dat er een spanning zit tussen het terugbrengen van het natuurlijk systeem en de stuurbaarheid die die maatschappij verwacht van het waterbeheer. Dat we dat allemaal in de hand hebben en dat we dat kunnen controleren en zorgen dat dat niet leidt tot extreme problemen met wateroverlast of met het water beschikbaar stellen. Mm-hmm. Die spanning is alleen maar groeiende, omdat wij te maken hebben met die klimaatveranderingen die ons veel grotere uitdagingen stellen. En het probleem is ook dat wij natuurlijk gewend waren in dat krappe Beekdal inrichting schetsen te maken en niet in dat brede Beekdal. En naarmate we in dat brede Beekdal gaan acteren, komen we die andere transities tegen, de landbouwtransitie, de energietransitie. En dat betekent dus ook dat wij dan regievoerder worden, of niet, om die integrale aanpak te realiseren. Dus dan worden we ook verantwoordelijk voor het energie. Vraagstuk. Ja, ja. En het wordt groter en groter en groter. Ja. Terwijl dus het over een Beekdal gaat. Waar stopt u dan? Ja. Ja. Peter, en vanuit jouw positie, wat wordt het moeilijkste om dit te realiseren? Ja, een combinatie van wat beide voorgangers zeiden. Wat je op een gegeven moment een beetje teweeg brengt bij de betrokken boeren in het gebied, is dat je ook moet blijven zorgen dat je vertrouwen houdt en dat je draagvlak houdt. En als het dan over water beschikbaarheid gaat of over waterafvoer, als je van ons vraagt om die spons vol te laten zetten, dan is het natuurlijk nog belangrijker om te goed te kunnen acteren als er een keertje heel veel regen valt. Mm-hmm. Dus de stuurbaarheid die blijft voor ons natuurlijk wel heel erg belangrijk. En je kunt, dat is het probleem, hè? Kijk, bestuurders en medewerkers die wijzigen, maar die boerenfamilies die zitten daar al generaties en die vergeten niks. Dat is, soms is dat heel fijn en soms is dat ook wel eens lastig. Hoe betrek je hun erbij, de collega, de boeren? Nou ja, kijk, samen met de waterschap tot op zich best goed. Kijk, iedereen in zo'n gebied die wordt erbij betrokken. Dat wil niet zeggen dat iedereen er meteen ontzettend enthousiast van wordt. Maar ik denk dat het belangrijk is om goede voorbeelden te kunnen laten zien. En dat je kunt laten zien dat je ook de regelbaarheid wel in grief houdt. Mm. En het gaat niet altijd in één keer goed. En om dit te realiseren is heel veel samenwerking nodig. Dirk Siert, hoe kun je die samenwerking het beste regelen?
Nou ja, die samenwerking die werkt het beste als je zeg maar het gezamenlijk belang eerst maar eens benoemt. Hè. En dat kan bijvoorbeeld klimaatadaptief zijn, klimaatrobuust worden van een gebied. Ja. Maar ook respect hebben voor ieders onderliggende eigen belang of eigen opgave. En er ook ruimte voor bieden. En nou, dan met zoveel mogelijk partners aan tafel en kijken we hoe je uiteindelijk ook die opgaves kunt realiseren zonder dat je de tijdsdruk continu voelt. Je moet echt ruimte nemen om bij wijze van spreken met kavelruil ook in dat dal ruimte te vinden om een andere inrichting te geven. En daarmee kun je ook de structuur versterken van de agrarische sector. Maar dat is een traject wat je niet in een half jaar doet. Dus dat is echt wel iets waar je meerdere jaren voor nodig hebt. Ja. En dat geduld moeten we met elkaar opbrengen om de tijd te nemen, om goed naar elkaar te luisteren, het gezamenlijk belang te benoemen, maar ook respect te hebben voor ieders onderliggende eigen belang. Is die tijd er? Nou, soms niet, soms wel. Ja, kijk, als we met wettelijke opgaves zitten, als het gaat over, bij wijze van spreken, waterveiligheid of de KRW, dan is dat soms best wel een stok achter de deur. Maar die stok heb je ook wel eens nodig. Dus tijd nemen, dankjewel. Maar de stok is ook respect. Lambert, hoe zie jij dat, die samenwerking? Nou ja, het begint met wat Peter van Dijk zei, vertrouwen opbouwen, lokaal. Dat is in elk gebiedsproces de eerste voorwaarde om met elkaar afspraken te kunnen maken wat dan herschikt of welke andere inrichting je met elkaar gaat krijgen. En belangrijk is ook dat je over grond kunt beschikken. Dus een grondpot, zorgen dat je grondruil kunt stimuleren, dat diegene die wil verplaatsen of wil stoppen daar ook gelegenheid voor krijgt. Heel belangrijke randvoorwaarden. Dus daar praten wij op dit moment ook over met de provincie in Brabant, van hoe kunnen wij nou de volgende generatie planvorming ook beter instrumenteren met voldoende grondverwervingsinstrumenten. Is er en dan geld? Zijn het niet alleen maar klassieke aankoopinstrumenten, maar ook bijvoorbeeld verpachting, behoeven van extensieve landbouwbedrijfsactiviteiten. Dus de boer blijft eigenaar, maar gaat wel meer extensiever aan de rand van de beek zijn bedrijf doen. Peter, zie jij dat zitten? Ja, kijk, dat is niet iets wat je iemand op moet leggen. Dat moet degene in zijn bedrijfsvoering passen. Dat moet bij de aard en het karakter van de boer passen. En in zijn bedrijfsvoering. En als we voldoende goede voorbeelden hebben, dan komen er misschien wel meer. Het is niet iets wat je tegen heug en murg, denk ik, op moet leggen. Dan wordt de weerstand alleen maar groter. Mooi. Ik ga even naar Slido. Tenzij jullie nog willen even kijken hoor. Kan ik op mijn scherm ook doen? Wat is er gestemd? Ja, dit is door iemand. En je moet even kijken of het relevant is voor jullie. Want het kwam eigenlijk uit een eerdere. Gezien die verwevenheid van rollen en taken en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk moet je het samen doen. Maar heeft iemand de regie eigenlijk? Nou, dat is best wel een ingewikkelde, want ik noemde zo straks eventjes de verschillende opgaves. En dan heb je allerlei partijen die de ene keer de ene rol hebben, de andere keer de andere. Of nou het Rijk is, provincie, gemeente, waterschappen. Als je praat over klimaatadaptatie, hebben we samenwerking met provincie, gemeente. Als je praat over het klimaatakkoord, is er weer een andere samenwerking met verschillende regio-indelingen. De een heeft 42 regio's, de ander 30 regio's. Dus ja, het is iedere keer een andere partij die de regie heeft. Over het algemeen is het zo, daar waar we zeg maar een wettelijke opgave hebben om iets te realiseren, dat is meestal wel de partij die de grootste regierol pakt. Maar het is wel iedere keer diffuus en verschillend. Ja, ik zie dat wij in Brabant naar een rol voor de waterschappen gaan op het punt van Beekdal aanpak en inrichting. In verband met de klimaatontwikkelingen stimuleert de provincie dat ook sterk. Gemeenten gaan ook hun klimaatstresstesten verankeren. Dus de relatie tussen het stedelijk gebied en het buitengebied wordt sterker gelegd. De vraag is of we daar voldoende boost, voldoende stuwing aan kunnen geven door die integrale planvorming op gang te brengen in combinatie met het bottom-up proces, wat er dan met grondeigenaren moet gaan plaatsvinden. En dat is eigenlijk
vergelijkbaar, wat al eerder gezegd is, met die omgekeerde landinrichting. Dat idee dat je toch een soort beweging op gang brengt die 20, 25 jaar in feite projecten draait. Maar dan met die nieuwe integrale inhoud. Dat is niet iets wat je even voor een jaar of vier dan op je agenda hebt staan. Een andere vraag die binnenkomt is, hoe gaan we bewerkstelligen dat landgebruikers in het najaar en winter ook water vasthouden? Dus in de natte periodes. Want we moeten het samen doen, maar hoe dan? Hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Hoe kijken jullie er tegenaan? Ik vond het wel mooi wat er in het filmpje aangegeven werd door de melkveehouder. Die zei van ja, je mag grondwater onttrekken op het moment dat je ook aan de voorkant meedoet aan dat optimale waterbeheer. Ik denk dat het gewoon een uitdaging is om na te denken van ja, van wie is het water nou als het met hoogstbuien naar beneden komt? En wie vangt het op, hè? En wie bergt het? En vervolgens als het dan droog wordt, wie mag er weer aanspraak maken op het grondwater om het weer omhoog te halen? Dus dat is een proces waar we met z'n allen over na moeten denken. Want het kan niet zo zijn dat degene die de diepste bron slaat, dat die zeg maar tot het laatst toe de beschikking heeft over het water. Het zal vooral geven en nemen moeten zijn. Dus dat is een proces waar we echt nog over in gesprek moeten met elkaar. Er zijn nog zoveel vragen en er is nog zoveel te bespreken met elkaar. Ik moet het helaas hier afkappen, zodat we gewoon voldoende tijd hebben voor de andere blokken, zeg maar, voor de andere sprekers. Aan jullie ook de vraag, wat wil je nou aan ons meegeven? Kun je het in één zin ons vertellen? Wie trapt hier af? Ik wil wel de aanpak doen. Ja. Dus wel een klein beetje wat straks ook al genoemd werd, de integraliteit in het oog houden en de oog op de bal houden. Ik denk dat het heel belangrijk is. En zorgen dat, nadenken dat de factor die continu blijft in zo'n gebied, zijn vaak de bedrijven en gezinnen die daar wonen en niet de bestuurders. Dus dat is wel denk ik wel heel belangrijk. Mooi, dank Peter. Lambert, heb jij iets te melden? Ja, aansluitend op wat Peter zegt. Er komt heel veel op het buitengebied af. Dat zorgt soms voor verwarring en discussie. Het is ook wel een momentum, vind ik. Ik denk dus dat we echt wel naar een nieuwe planfase gaan, waarin we meer met elkaar gaan investeren in het buitengebied op allerlei terreinen. En daar kwaliteit toevoegen, zoals Bernard Strootman dat ook aanbeveelde. Voor mijn gevoel ligt er echt wel een kanteling op dit moment om met alle partijen in beweging te komen. En daarbij is die klimaatverandering een hele belangrijke impuls die iedereen wakker schudt. Dank. En Dirk Siert. Ja, misschien de laatste. Traditioneel hebben we ons gericht op het versnellen van het afvoer van water. En laten we ons nu de komende tijd vooral richten op het vertragen en meer steunen op het natuurlijk systeem. Heren. Ik kan nog uren met jullie praten en de deelnemers hebben. Het zou leuk zijn om met elkaar koffie te kunnen drinken. En we zitten gewoon op onze eigen kamers. Hartelijk dank. Wij gaan nu even weer 5 minuutjes ertussenuit.